Geloven, niet alleen op zondag, is een programma waarin gasten vertellen hoe ze tot geloof zijn gekomen en wat dit voor hen betekent. Presentatie Nia van den Bos. Vanavond zijn we weer te gast bij theeschenkerij Boerengoed in Oosterwolde. En vanavond komt mijn gast Martin Leusink praten over zijn ommekeer in het geloof. Martin, welkom in het programma van ons Geloven niet alleen op zondag. Dankjewel. Jij bent benaderd door Albert Leusink als jij een keer mee wil werken met het programma. En klopt. Daar stond je open voor. Ja, ja, ik had wel het gevoel van, dat moeten we maar gewoon niet weigeren. Je moet namelijk wel over dingen spreken wat je bezighoudt. En dat betekent dus dat je daar ook gewoon wel keuzes in maakt, ja, denk ik. Schrok je ook van die vraag van Albert? Nou, ik schrik niet zo gauw, maar ik had wel even van, oké. Ja, het is voor tv, hè? Het is toch even wat anders dan alles precies, op Facebook. Precies, dat is, het is iets anders dan een post op Facebook plaatsen waarin je een expressie hebt, zeg maar. Ja. Dus ik had wel het idee van, oké, wat is dat dan? Ik had wel ook gelijk wel het idee van, ja, je moet dat ook gewoon elk wat doen. Ja, en, want je kent het programma. Ja, ja, ik had het een aantal keer ook op Facebook gezien, zeg maar, wat filmpjes. En ik vond het ook wel, ik denk, ja, daar gaat het ook wel om. Hè. De kennis ook wel dat je over je spreekt over geloof. Wat doet dit met je? Ja. Dus ik raakte daar zeer zeker wel geïnteresseerd. Dus op een gegeven moment heb ik al die afleveringen een beetje nagezien. Goed bevallen dus. Ja, ik vond het zeer interessant. Ja. Ja, ja. Nou, dan gaan we even terug, hè, eigenlijk naar het begin. Ja. Hoe ben je opgevoed? Ben je opgevoed met het geloof? Ja, 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 eigenlijk vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Oldebroek. En ik ben daar ook helemaal in meegenomen natuurlijk. Maar, moest je ook? Ja, ik moest echt. En, dat zal het ook wel voor de nodige aversie, moet ik zeggen. Ja, maar ik zeg, wat wou je ook? Nee, 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 nee. Nee, absoluut. Ik had daar eigenlijk helemaal niks mee. En toen ik een jaar of 18 was, heb ik daar eigenlijk ook wel gewoon afscheid van genomen voor meer dan 20 jaar. Ja, wat vonden je ouders ervan? Ja, die vonden dat niet leuk. Nee, nee. Maar dit is jou wel de keuze van? Of zelfs toen je 18 was, dat ze nog zoiets hadden van, nou Martin... Het was niet echt een keus, maar ik was wel zo verdamig overtuigend dat ik zei van, nou, dit is echt helemaal niks voor mij. Je was er helemaal klaar mee? Ik was er helemaal klaar mee. En ja. Waarom was je er klaar mee? Ja, ik op een gegeven moment, zeg maar, de structuur van een kerk, wat ik nu wel heel waardevol vind hoor. Ja, maar op ja, dat we moment, hebben het nog lekker over vroeger, hè? Dus, ja. Op dat moment was het dat was echt zoiets van, waar hebben ze het over? Hè? Het sprak ook niet aan me, totaal niet. Nee. En, het was natuurlijk ook een soort repeterende film, hè, waar je, de volgende zondag wist je ook ongeveer wel van hoe dat weer zo ongeveer zou gaan. Ja, want dat wordt het dan. Als het niet voor je leeft, dan wordt het dan. Maar mijn leefde God op dat moment voor jou? Nee, Jezus. Nee. Was het gewoon een figuur waarover gesproken werd? Ja. Het was wel iets wat altijd wel in mijn achterhoofd bleef van, de figuur Jezus was wel altijd wat... Altijd weer wel bij me er terug geweest bij voorkomen, zeg maar. Van... Meer als eigenlijk de Heilige Geest en God. Ja, die figuur Jezus, dat vond ik toch wel zo geweldig. Omdat hij mens geworden is? Ja, maar ook heel in de praktische zin, hè, hoe hij leefde, zeg maar. En in de omgang met de mensen, zeg maar. Dat heeft mij in die 20 jaar zeker, dat heeft me altijd aan blijven spreken. Ja, maar toch niet genoeg om naar de kerk te rijden. Nee. Nee. Ik had absoluut die behoefte niet om daar een structuur in te maken voor mezelf van ik ga zondagochtend naar een kerk of een zondagmiddag. Nee, totaal niet. Nee, en dus dan ga je niet meer naar de kerk toe. Alles komt een beetje naar achteren toe. Ja. Maar het bidden, het bijbellezen... Speelde geen rol, totaal niet. Het was gewoon helemaal klaar. Nul, ik had ook geen bijbel. Nee, je had geen bijbel. Nee. En die 20 jaar, wat heb je zo al gedaan? Ik bedoel, kwam er nooit eens een moment dat je dacht, nou Martin... Wat ik, in je leven komen natuurlijk, er komen wat trouwerijen voorbij, zeg maar. En ik kom natuurlijk vanuit de christelijke traditie. Ja. En er komen wat begrafenissen voorbij. Dus dat zijn dan de momenten dat je nog weer in een kerk komt. Zulke momenten zet je dan ook wel weer enigszins aan het denken.
Maar dat was het absoluut geen trekker om te zeggen. Want, als je de kerk uitging, dan was je het alweer... Dan was het eigenlijk ook wel weer klaar. Was je er klaar mee. Ja, ja. Dan wordt het consumeren, zeg maar. Een kerstdienst, die volg ik wel. Want dat hoort een beetje bij, hè? Precies, dat is ook even iets anders. Hè? Dat is bijna feest. Ja, dat is eigenlijk feest. En dat is een andere orde. Ja, en als je kerstfeest vierde... Was het dan om het lekkere eten of dacht je dan enigszins... Nee, er was weinig. Wel de vroege Jezus, zeg maar. Dat speelde wel een rol. Geloof... Meer een figuur op de achtergrond van Jezus. Ja, geloof speelde absoluut geen rol. Nee, maar ik bedoel, als je Jezus aan Jezus denkt, is het toch dus al God de drie eenheid. Maar dat... Maar je kunt hem ook... In die tijd zag ik hem toch echt wel iets als een zeer markant iemand. Hè? Ik had natuurlijk wel vanuit altijd die verhalen meegekregen. Hè? Ja. Dus hoe dan ook, daar blijft er altijd iets van bij hangen. Was er een verhaal wat echt bij jou bleef hangen? Dat kerst. Kerst was altijd, vond ik geweldig. Ja. Want waarom? Dat heeft ook, denk ik, in die tijd had het ook vooral wel met de sfeer en de atmosfeer daaromheen te maken. Hè? Kerst is natuurlijk ook gewoon wel gezelligheid. En gewoon een geboorte vieren is natuurlijk, dat is altijd leuk. Ja. Maar eigenlijk de aspecten eromheen, het eten, het drinken, het gezellig samen zijn, dat betekende meer. Ja, vooral het sociaal gebeuren rond kerst, dat was belangrijk. Ja. En dan word je wat ouder. Ja. En wanneer begon het voor jou weer te spreken? Ja, op een gegeven moment, dat was rond 2001, toen, je kunt soms heel bewust naar ergens naartoe groeien, hè, in geloof, zeg maar. Hè. Dan kan dat een proces zijn. Ja, is dat bewust of word je dan een beetje geduwd? Nou, ik werd wel behoorlijk geduwd, zeg maar. Ja. En dat was ook gewoon van het ene moment op het andere moment. Het was een periode, een zware periode in mijn leven, zeg maar. Ja, mag ik vragen wat of wat het misschien gebouw? Dat mag je wel weten. Een volgde een scheiding en op een gegeven moment zit je daar in een soort chaletje, zeg maar, omdat je tijdelijke woonruimte zoekt. Ja. Nou goed, dat zijn natuurlijk wel momenten in je leven waar je jezelf ook tegenkomt. Hè? Maar kom je jezelf tegenkomen, geeft dan ook wel weer, kun je dingen gaan missen bijvoorbeeld. En ik had helemaal niet zozeer dat ik gelijk dan op zoek ging bijvoorbeeld naar God. Was echt een donkere periode in mijn leven. Ja, maar je zegt het heel mooi, want je gaat dingen missen, maar je hebt het niet over een vrouw of wat dan ook, je hebt het wel over God. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus toch op de achtergrond? Op de achtergrond ging dat wel spelen, dat klopt. Kijk, als je ergens alleen zit, dan kun je ook altijd jezelf komen. Hè? Dan heb je namelijk echt tijd om na te denken. Ja. Niemand stoort je. Op een gegeven moment kwam het eigenlijk wel zo in die mate tot uitdrukking, zeg maar. Van het ook echt diep eenzaam voelen op dat moment. Echt heel diep eenzaam voelen. Vanuit eenzaamheid komt God soms ook naar jou toe. Hè? En in mijn geval was het eigenlijk dat God naar mij toe kwam. Ik had eigenlijk helemaal niet zozeer die gedachte van, ik moet naar een kerk of daar verbinding zoeken. Dat had ik eigenlijk helemaal niet. Nee, je was nog helemaal niet met God tegen. Nee. Maar wat ik voelde me wel diep ellendig op dat moment. Ja. Dus ik was wel op zoek naar iets wezenlijk in mijn leven. Dat kun je eigenlijk wel stellen. In dit geval kwam God eigenlijk gewoon naar mij toe. Hè? En ook gewoon pats boem hoor. Maar er was ook weinig keus meer, zeg maar, voor mezelf. Ja, maar je zegt pats boem, hoe is dat? Het is een beetje lastig om erover te spreken, maar ik zal dat toch proberen uitleggen. Op dat moment was ik juist zo eenzaam dat ik eigenlijk... voor mij hoefde het ook allemaal niet meer. Ik was eigenlijk maar bezig van, jongens, kap er maar mee. Vrienden? Nee, ook dat kon dat niet meer, dat kon dat ook niet meer wegnemen. Dan zat je echt diep? Heel diep, ja. Nou goed, ik was een verwend motorrijder, ik had nog een motor. Ik had wel gepland van, dat moet het wel ook maar zijn. Hè? Ja. Zo diep kun je zitten als mens. Hè? Ja. Uiteindelijk kan God daar ook echt diep in ingrijpen. Hè? Want voor mij was het volledig klaar van,
wat ik tegenkom, dat is voor mij, is goed voor mij, weet je wel? Ja. En ik merkte gewoon dat de control zeg maar, van de motor werden gewoon overgenomen. En ik werd aan de kant gezet. Maar jij zat dus al op de motor? Ja. Je was al aan het rijden van... Ja, dat ging echt hard hoor. Dat kan ik je even vertellen dat het heel hard ging. Ja, motor, en dat was ook gewoon binnenbebouwde kom. Dus, je dacht ook niet aan andere gebouwen? Nee, absoluut niet. Nee. Dus ook wel, het is natuurlijk ook wel een egoïstische gedachte uiteindelijk, als je goed analyseert naar de hand. Ja, aan de ene kant egoïstisch, maar aan de andere kant, dat is wel een teken dat je heel diep zit. Ja. Want ik bedoel, dan denk je niet meer aan je naaste op. Nee, dat speelt totaal niet meer. Nee. Dat speelt niet. Eng. Ja. Dus ik werd gewoon, echt gewoon letterlijk gewoon aan de kant gezet. En nou, daar heb ik ook gewoon... Wel een anderhalf uur, twee uur toch wel gewoon enorm sta je aan de kant van, wat gebeurt er dan een beetje, hè? Ja. En ik had op dat moment ook wel van, oké, God. Maar ik had wel gelijk door, dit is God die even inbreekt in je leven, zeg maar. Dat wist ik gelijk. Dat was gelijk duidelijk. Dus, maar goed, als je, ik was ook geen 20 jaar in een kerk geweest, dus ik had ook weinig kennis, wel wat vanuit je opvoeding, zeg maar. Er was ook gewoon weinig kennis bij mij aanwezig op dat moment. En ik had wel gelijk van, oké, God, als je dan dit bij mij doet, dan moet je het ook maar met me doen. Ja, zeg het maar. Ja, dit was te ingrijpend om te denken van, ik doe toch niet wat ik wil, ik ga aan de kant staan. Dat was het absoluut niet. Nee. Ik werd echt ingegrepen. Ja. Ja. En op dat moment heb ik ook al, ik heb gewoon erg tegen God gezegd van, ja goed, doe het dan maar met me. Wat het dan is, ik zal er wel van nemen. Want ik kan natuurlijk ook wel gewoon, dat ik gewoon aan de kant gezet werd. Ja. Dus dat zijn ook wel wezenlijke dingen. En, nou goed, vanaf dat moment ga je op zoek naar een Bijbel en dan ga je lezen en dan gaan dingen ook wel meer tot je komen. Ja, maar je moet eerst die motor natuurlijk weer op. Ja, ik heb de motor naar mijn huis gereden en ik heb nooit meer motor gereden. Nee? Nooit. Waarom niet? Ja, dat speelt nu totaal niet meer. Hè. Dat zou, maar ik heb nooit meer motor gereden. Nee. Nee. De motor is... Je hoort bij een andere, ja. Misschien bij de duistere periode? Ja. Donkere periode? Ik ga zeker nog wel weer motor rijden, want het is absoluut altijd een passie om geweest. Dat gaat zeker wel weer gebeuren, maar ik heb toch al 15, 16 jaar geen motor meer gehad. Nee. En dan kom je terug bij je Chalet, waar je net zo eenzaam bent eigenlijk als... Maar qua gevoel dan? Ja, op dat moment is er geen eenzaamheid meer. Waarom? Je voelt namelijk wel heel, dat komt wel heel daadwerkelijk tot je in je leven. Het is, als God komt, dan komt hij komt ook niet half. Hè? Nee. Dus dan is je ook wel volledig in je leven aanwezig. Dan snap je ook heel veel dingen nog niet. Maar, als je gaat bidden en op een gegeven moment, een beetje na 20 jaar, zeg maar, weet je ook niet meer hoe je moet bidden. Dat weet je niet meer. Dat deed je ook niet meer. Nee. Nee, niet voor het eten, voor slapen gaan. Nee, totaal niet. Nee. Was, nee. Kun je het eerste moment nog herinneren dat je weer ging bidden? Ja. Ja, goed, dat was natuurlijk ook een, dat is dan heel emotioneel voor je. Ja. Want je weet niet goed, en uiteindelijk, na de hand kun je wel anders hier. Je moet namelijk ook gewoon God spreken. Hè? Het is namelijk ook een persoonlijke relatie die je met God hebt. Hè? Het is niet, het is wel ver weg, maar ook heel dichtbij. Dus je moet gewoon spreek gewoon wat in je hart is. Dus dat deed ik daar op dat moment ook. Weet je de woorden nog? Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik ook buiten zei, zeg maar. En van, ja, God, ga het maar met me doen. En ik heb geen vast omlijnd idee, maar ik zal het wel weten. Snap je? Ja. Dus zo kwam het eigenlijk. Ja, en wat gebeurde er verder? Want dan heb je gebeden, dan heb je toch de lijn met God. Ja. Heb je. Ja. En die wil je niet meer loslaten. Nee, die wil je niet meer loslaten, maar die moet je ook wel gewoon goed onderhouden. Hè? Ja. Het is niet iets van, dat gebeurt dan één keer en je moet dan ook wel een beslissing voor jezelf nemen op dat moment. Ja, wat was de beslissing voor jou? Ja, van God, wat er gebeurt, ik ga met jou niet weg. Ja. En wat heb je toen gedaan, Martin? Ik bedoel, je zit daar nog in die caravan. Ja. Had je ook gewoon contact met je ouders? Ja. Heb je die ook opgebeld van?
Nee. Op dat moment gewoon echt met je in gebed met God gaan en gewoon dingen van anderen voorleggen. En dat maak je dan op een gegeven moment. Ja, dan maak je ook gewoon dat je voelt ook echt alles wegglijden. Snap je? Nee. Ja, je voelt echt alles van je... Ja, zeg, leg eens uit voor de mensen. Ja. Ja, als je zeg maar in zo'n situatie zit en je maar je er niet dieper kunt. Je zit echt dan tot... Ja. Ja. En je bent op dat moment wel, je voelt zeg maar die directe connectie met God op dat moment. Dan kun je echt niet meer eenzaam zijn. En dan heb je ook geen verdriet meer, hoor. Echt niet. Nee. Dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Ja. Ja. En Martin, maar dan moet je verder. Ja, ja dat klopt. Ja, goed, uiteindelijk ben ik kerken gaan bezoeken. En de kerk Winsen, yes, Luktor in Holtenbroek. Hij wordt verhuisd. En, zo'n 15 jaar ben ik ook al weg uit Holtenbroek. En dus naar een kleine kerkgemeenschap in Zwolle gegaan. Ja, en... Ik had wel gelijk, toen ik me aansloot, echt weer bij een kerk, dus echt aansluiten, dus ook lid worden en blijven dus doen. Ik had wel echt, van, daarom spreekt die titel mij ook aan van het programma, ik geloof in ieder geval al in het zondag. Ik wilde niet naar een kerk om te consumeren. Dat wist ik gelijk, ik denk, ja, Martin, dat gaat voor jou ook niet werken. He, je moet dan ook gewoon wel... actief zijn in de kerk en je moet ook gewoon over je geloof spreken met anderen. Ja. En of dat nu je werk is, en dat is ook niet altijd makkelijk hoor, want dat is soms echt wel, niet iedereen staat daar ook voor open. Nee, die zit echt niet altijd, die zit altijd echt niet op jouw verhaal te wachten. Nee, want, omdat jij toch, ik wil niks wat weten, ja. En dan ben je echt een keer gekomen, ja. En dan mensen die zullen toch ook de verandering in jou hebben meegemaakt. Ja. En, het zal niet iedereen positief over zijn geweest, toch? Nee, tuurlijk. Zo werkt dat ook. En vooral voor mensen die waar het ver van af staat, zeg maar, die zullen dat, die zien dat vaak toch niet als positief. Nee. En hoe ging je daarmee om? Ja, je moet gewoon de mensen nemen ook zoals ze zijn. Hè? En ook gewoon accepteren dat dingen ook gewoon zo zijn. Ja. En je moet het maar gewoon, je moet er gewoon een gat over laten. Daar moet je zelf niet al te veel in willen. En ga er vooral zelf niet te moeilijk in doen. Nee, maar je hebt het zelf meegemaakt. Precies. Ja. Dus hè, waarom zou je dat dan op een ander opleggen, zeg maar. Dus je moet er gewoon bij gat neerleggen. En die breng ik altijd wel weer mensen op je pad. Ja, dat is wel een zekerheid in mijn leven, zeg maar. Nou ja, dat blijkt nu wel weer, hè, dat je hier zit. Ja. Martin, na alle jaren, kun je de mensen thuis iets meegeven? Kun je thuis in de camera vertellen tegen de mensen van hoe het jou is vergaan? Eigenlijk kun je ze een boodschap meegeven? Mensen die nu misschien kijken en denken, nou, dat gaat wel heel makkelijk of dat krijg ik toch niet. Of, kun je wat in de camera zeggen? Ja, wat... Voor mezelf heel persoonlijk, dat is echt heel belangrijk voor me. Dat is een bijbelvers wat ik al heel snel tot me nam en dat is me altijd blijven integreren. Dat is Lucas 5, vers 10 en 11. Hè? Je gaat vissen van me. Maar er staat ook heel duidelijk, je moet niet bevreesd zijn. Dus als God dat je zegt, dat je niet bang hoeft te zijn, dat betekent dus ook kunnen spreken met mensen. Hè? Want dan merk je soms ook wel, toch wel in Oldenbroek, zeg maar, dat is toch een beetje een Vlaamse cultuur. Ik kom er zelf uit, want ik weet precies hoe het werkt. Je bent echt Oldenbroeker, hè? Ik ben absoluut echt Oldenbroeker, ja. Dus die zijn wel wat introverter. Dat is geen waardeoordeel voor, dat hoort bij de mensen, dat hoort ook bij mij. Ja. Maar het hoort ook bij jou om toch wel over God te spreken. Het is evangeliseren. Het is evangeliseren. Ja, want dat wordt ook duidelijk gevraagd in de Bijbel. Ja. Van, je moet over hem spreken, want je moet namelijk zijn liefde laten zien. Dat is veel effectiever hoor, dan heel veel kerkdiensten, zeg maar. Ja, ja. Want je persoonlijke verhaal naar andere mensen toe, dat zet mensen aan het denken. En die zullen daar ook iets van God in zien. Dus mijn boodschap is gewoon dat je toch wel... Wees daar niet bang voor, je moet gewoon gaan spreken. Spreek dat, hè? Dat begint bij je collega's, op je werk bijvoorbeeld. Of familie, je moet daarover gaan spreken. En niet meer stoppen. Niet meer stoppen, nee. Ja, Martin, ik bedank je heel erg voor dit
indrukwekkende verhaal, kan ik wel zeggen. Ik kende je niet. Ik had geen idee wat wij moesten verwachten. Nee. En bedankt. Nou, graag gedaan. Ja, en God zegen het. Dankjewel. Ja. Kijk eens, dit was weer een aflevering van Geloven, niet alleen op zondag. Volgende maand zijn we weer bij je terug met een nieuwe gast.